Ja, ik heb hier een werkje van Mariska de Kok. Een schilderwerk op paneel. Ja, ik vind het een heel fleurig geheel, maar ik laat het aan jou over. Ja, je hebt in feite al het antwoord gegeven op wat het is. Het is een schilderingetje op een paneeltje, in dit geval van dun hout, triplex waarschijnlijk. Er zit nog een gat doorheen en een touwtje. Wat we zien is natuurlijk twee dingen: het touwtje zelf met het paneeltje, en het is daarmee een ding geworden. Maar we zien natuurlijk ook een voorstelling. En wat er te zien is, is in feite een figuurtje. Een figuurtje wat op, in dit geval denk ik dat het een vrouw is, op haar beurt weer aan het schilderen is. Het is een geschilderde afbeelding van een vrouw. Waar het van gemaakt is, uiteraard, het hout is al genoemd, maar er is verf gebruikt. Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een vorm van olieverf of acryl. Waarschijnlijk is acryl waarschijnlijker omdat je geen doorbloedingen ziet van terpentine of olieachtige, wat je bij olieverf natuurlijk al Ja, hebt. als trek het zo mooi door, Dan krijg je allerlei vlekken erin. Het is een heldere voorstelling met frisse kleuren. Op welke manier is het ontstaan? Nou, in ieder geval met veel handbeheersing, want op een klein vlak moet je maar met een paar streken, als het ware, je voorstelling zichtbaar kunnen maken. Dus er zijn waarschijnlijk kleine penselen gebruikt. En je moet rekening houden met een hele beperkte ruimte waarin je de voorstelling van deze bescheiden vrouw kan weergeven. Ik zie ook opeens dat er bij haar voeten er van alles ligt. Dus ik heb ook het idee dat het niet in een atelier is, maar het is ergens buiten. Ze is waarschijnlijk op, zoals wij dat noemen, op locatie aan het schilderen. Dat Ja, dat begreep ik ook uit van haar bio, hè, dat zij ook een hele serie maakt over van We are all travelers. En dat gaat over voorbijgangers op stations, strand, op de straat waar ze woont. ja. En dat, ik heb al ander werk van haar gezien, wat groter werk, en dan zie je iemand met zo'n rolkoffer lopen. En dat zit een beetje in dezelfde stijl. En ja, het is dus bijna een soort action painting. Of zie ik dat verkeerd? Het is snel gemaakt en vlot geschilderd. Met een paar ferme streken weet ze heel goed in ieder geval de beweging van iemand die bezig is om iets te gaan maken, om dat goed weer te geven. Wat voor karakter heeft het eigenlijk zo'n beeld? Het is een momentopname. Dat betekent dat het geen gewichtig verhaal hoeft te zijn van een gebeurtenis van belang. Er is gewoon iemand bezig om weer iets te maken waar een ander misschien wellicht heel erg van kan gaan genieten. In dit geval weten we dat Mariska schilderes is. En zij is bereid om, zoals ze dat zelf ook noemt, ook anderen te schilderen. En om als het ware een klein beetje iets van haar kunnen te laten zien, geeft ze hiermee een mooie demonstratie af van hoe ze dat in beeld kan brengen. De betekenis van het beeld is eigenlijk, als ik het zo mag samenvatten, inderdaad een soort visitekaartje in de vorm van een amulet, een paneeltje, piepklein, met een houten touwtje eraan. Ze geeft zichzelf in feite weer op het stukje hout, zoals wij dat op een visitekaartje met tekst zouden doen, van kijk, dit ben ik, dit kan ik, en zo kan ik schilderen. Mooi.